Nou, ik sta hier bij een meneer en die is de voorzitter van deze vereniging. Kunt u zelf even voorstellen? Mijn naam is Ab Jansen. Ik ben lid sinds 2001 van deze vereniging. En vanaf 2003 zit ik in het bestuur. Eerst als secretaris, tweede secretaris. En later ben ik voorzitter geworden van deze club. Nou, er staat hier ook een meneer, die heeft iets bijzonders te doen. Wat doe je precies hier? Ik ben hier de imker. Ik hou mijn bijen hier. Hier op het terrein, iets verderop links, heb ik een bijenstal. En daar heb ik nu een achtstal kasten staan, met in elk kast een volkje. En die verzorg ik. Dat is een hobby voor mij. Ik zie ook dat je de producten ervan verkoopt. Ja, ik heb nu twee formaten potjes honing die hier op het terrein zijn geproduceerd. Dus dat is voor mij een leuke hobby en voor de mensen leuk om honing uit hun eigen tuin te kunnen eten. Ik kan u vertellen dat deze club bestaat sinds 1969. Dat betekent dat we nu bijna zeg maar, 40, 46 jaar oud zijn. En wij zijn niet de enige vereniging in Den Haag, maar we zijn aangesloten op de Haagse Bond. Dat is het overkoepelend orgaan en we hebben 18 van dit soort verenigingen in Den Haag. Dat varieert nog steeds van een volkstuin, waar men alleen groenten kweekt, tot amateurtuinersvereniging zoals wij zijn, ATV De Uithof. En met amateurtuinersvereniging bedoel ik dat het is hier een tuin, maar het is een ziertuin, maar het kan ook een volkstuin zijn of een combinatie daarvan. Is het een beetje moeilijk om ze bij je hokje te houden, want met al die bloemen in de omgeving? Nee, ze komen natuurlijk wel weer terug, want dat is hun huis. Ze vliegen uit, verzamelen hun nectar en stuifmeel. En dan komen ze weer terug om dat af te leveren. En 's avonds gaan ze lekker te bed, om het zo te zeggen. Daar blijft het als volk één geheel. Er gelden wat rechten en plichten aan het lidmaatschap van deze vereniging. Zoals je weet, wij zijn de grootste 212 tuinen van deze vereniging. We hebben een stuk algemeen groen, dat is onze hoofdlaan, de hoofdborders. Dat dienen wij als leden zelf te onderhouden. Dus je bent sowieso verplicht om 8 werkbeurten te verrichten. Wij noemen het werkbeurten, maar officieel heet dit diensten voor de vereniging. En dat is een verplichting. Als mensen zeg maar de tuin verlaten, door wat voor reden ook, dan worden de huisjes getaxeerd. En het taxeren dat gebeurt uit een groep van ons, van 8 man. En die hebben allemaal wel een affiniteit met de techniek. We hebben een ingenieur bouwkunde, we hebben iemand elektrotechniek, werktuigbouwer. We hebben eigenlijk van alle disciplines wel wat in huis. Nou, als we hier staan, we bij een huisje. Dit huisje, dat is, daar zijn mannen van overleden, dus zo'n huisje komt vrij. Wij gaan dan zo'n huisje met de hele club taxeren. Het grappige is dat de Haagse Bond, dat is zeg maar de overkoepelend orgaan van alle volkstuinverenigingen, die hebben een moduul, rekenmoduul gemaakt en die vullen wij in. En het gekke is, wij verlaten dan vaak na een paar uur na de taxatie de tuin en we weten de eindprijs niet. Die komt pas later eruit uit die hele formule. Het is als imker wel de bedoeling dat je de voortplanting van het volk beheerst, zodat niet ongecontroleerd die volken uitzwermen.
Want dan krijg je plotseling dat overal trossen bijen zouden hangen in tuinen. En dat is voor de mensen natuurlijk heel onaangenaam. Dus dat is dan mijn grootste zorg, het goed beheren van die bijenkolonies. Maar de bijen doen het wat dat betreft zelf. Die weten precies waar ze wonen en waar ze heen kunnen voor de honing en de nectar. En dit is natuurlijk een ideale omgeving om met veel groen, veel planten, veel bloemen. Dat doen wij om een stuk sociale controle erin te houden. Het is een stuk sociaal. Je leert de leden kennen, je leert de mensen kennen. En je kan ook zeggen, joh, heb ik er wel zin in? Want op het moment als je al kandidaat hebt wordt van deze vereniging, ben je al verplicht om daar aan mee te werken. Zodat je altijd kan zeggen, van, nou joh, dat is toch niet helemaal voor mij. En dan kan je er altijd nog mee stoppen. Ja, maar ben je eenmaal lid, dan hang je er gewoon aan. 8 keer per jaar. En dat varieert, dan beginnen we meestal op half maart. En we eindigen pas half november daarmee. Dus 8 keer per jaar zou je daadwerkelijk iets voor de vereniging moeten betekenen. En zie ik dat, is dat onkruid wie de gas maaien? Ja, het bijhouden van de borden, het onkruid, de borden schoonhouden, het onkruid eralen, het vegen van de paden. En nog ineens je eigen tuin, dat is zo'n je eigen plicht, dat moet je al doen. Je bent sowieso verplicht om je tuin en je eigen opstallen te onderhouden. Anders dan heeft het geen zin en dan gaat het gewoon van je af. Ja, nou, ik heb hier twee dames en die zitten hier van een vereniging. Kunt u er iets over vertellen? En wij doen de Klojo Club, zoals we dat zeggen. En dat is op dinsdagmiddag. En dan, ja, ieder voor zich kan werken. De een breidt en de ander die haakt en de derde die is aan het kleuren of kaarten maken. Deze vind ik ook erg leuk voor de tuin. Ja, dat is leuk. Het is een openbaar wandelpark. Dat betekent dat iedereen welkom is op dit park, want dat eist de gemeente gewoon. Ze mogen niet de tuin op, maar wel over de paden wandelen om te genieten van de tuin. En ook daar zitten regeltjes aan. Hou het netjes, maak er een open karakter van, want daar is het voor bedoeld. Voor de mensen om de tuinen te bezoeken. Als er mensen wat gaan bouwen, dan moeten ze ook bouwreglementen navolgen. En die mensen komen dan met een tekening. En die tekening, daar gaan wij vergunning aanvragen. Ja, en alles wat hier gebouwd wordt, dat is conform zeg maar DSO, dus dienststedelijke ontwikkeling. Dus wij moeten echt de vergunning aanvragen bij de gemeente. En alle maten die zijn allemaal vastgesteld. Wat een huisje mag, wat een broeikas aan oppervlakte mag. Nou, dus de eerste toets vindt door ons plaats. En de tweede toets dat gaat bij de gemeente dan. En als we daar vergunning voor hebben, mogen de mensen wat gaan bouwen. Nou, waar letten we dan zo al met al op? We letten op zeg maar, de constructie. Hoe is dat huisje gebouwd? Hoe zit het constructief nog in elkaar? We kijken ook naar alle ramen en kozijnen. We kijken naar het dakbeschot, maar ook naar de dakbedekking. Zo doen we alle onderdelen gaan we apart van elkaar taxeren. Zo hebben we ook bijvoorbeeld, er zit een serre aan. En als we hier ver hier kijken, hebben we een broeikas. Nou, dan zien we dat daar wat ramen kapot zijn. Hij is wel wat in bouwvallige staat. Dus die heeft dan, daar wordt gewoon naar ook een indexatie opgegeven wat er omhoog gaat, maar ook een waardevermindering. Het enige wat we allemaal hier wel heel goed moeten beseffen, dat je hebt roerend en onroerend goed. Nou, dit moet je gewoon vergelijken met een auto, met een caravan. Dat wordt iedere keer minder waard. En niet zoals de markt zo is, dat een huis steeds maar meer waard wordt. Zo'n taxatie, wat doen we niet alleen het bouwkundige, we nemen ook de bestrating mee, we nemen de planten mee. En eigenlijk krijg je dan een objectief beeld wat het totaal waard is. En het nieuwe lid krijgt ook een rapport waar hij precies in kan zien van, hé, hey, dat huisje, dat mankeert dit, dat moet eraan gedaan worden. En dan komen ook de nieuwe leden niet voor verrassingen te staan.
En heb ik gezien jullie ook een soort van ja, dienstencentrum hier zitten. Wat houdt dat in? Wij hebben een verenigingsgebouw. Wij zijn daar vrij actief in. Wij organiseren voor de leden activiteiten zoals bingo. We hebben kaartavonden. We hebben een JOS-clubje. Dat is jeugd, ontspanning en studie. Die organiseren van alles. We hebben de familiedag één keer per jaar. Een wandeling voor de kinderen in de avonduren in het uithofgebied om ook naar de vleermuizen te kijken en te kijken ja, naar de vogels, alles. En we stellen ons ook open voor de wijk. Met name Eskamp, dat is ons richtpunt. Maar ook andere wijken zijn hier uiteraard van harte welkom. Komt goed. Wat ik het voordeel van dit project vind is dan dat je dan ook niet zo'n wildgroei van verschillende grote kasten gaat krijgen. Nee, je hebt dus echt een, zeg maar een broeikast die mag 12 vierkante meter hebben en die hebben een bepaalde nokhoogte. En de tuinhuisjes tegenwoordig die mogen 12 vierkante meter zijn. En ze staan allemaal wel in dezelfde richting. Dus ja, er is wel een diversiteit hè, van hout en steen en ja, verder is er heel veel diversiteit. Maar op zich is dat maakt het ook wel weer leuk. Nou, we drinken twee keer een kopje thee of koffie. Ja, en dan, nou, het is vanaf 1 uur tot 2:15. Nou, en het is heel ontspannen, lekker kletsen. Ja, op het ogenblik hebben we alleen maar dames, maar we hebben ook wel eens een meneer erbij gehad, hoor. Ja, dat was ook heel gezellig. Maar ja, goed, nu niet meer. En je moet allemaal afwachten wat er wel en wat er niet komt. En wij hopen echt dat er een verjonging bij komt. Want anders ja, is dat toch een keertje afgelopen. En dat zou jammer zijn. Echt. We halen 2 keer per jaar vanuit het Loze Hof en het Frederikswest de bejaarden en de patiënten daarop om hier een gezellige dag te beleven door middel van een wandeling door het uithofgebied. We organiseren een bingootje voor ze en ze krijgen nog een plantje mee naar huis en de mensen hebben echt een werelddag. Dus we zijn daadwerkelijk ook een beetje buurtgericht bezig. Zoals jullie naam het aangeven, het is eigenlijk, je kon maar wat doen eigenlijk. Ja. Ja, toen het begon hier, 30 jaar geleden was er een meneer. Een meneer die heeft het opgezet en die kon heel mooi kettingen maken. Maar ja, dat is er gewoon niet meer. Ja goed, als we het echt helemaal willen zouden we het wel kunnen. Maar ja, het wordt niet meer gedragen. Dus ja, nou doen we van alles. Kaarten maken, kleuren, knippen, ja, van alles breien. Ik heb heel veel sokken gebreid. Ook voor mensen hier op de tuin. Ja, echt. Dus, nou ja. En voor de rest, weet ik niet. Maar het is een ontspannen middag. Even lekker kletsen. Ja. Met elkaar. Ja, inderdaad. Nou, zijn er mensen die willen gaan tuineren. Maar is dit een tuin, ik neem een tuin en ik doe er niks meer mee en dan zegt niemand daar wat van? Ja, dat klopt. Kijk, op het moment als je niet aan je verplichting voldoet, dan beëindigen we als vereniging zijnde de gebruikersovereenkomst. En dan word je geacht de vereniging te verlaten. De eventuele opstallen die erop staan, die je eigendom zijn, die worden door ons getaxeerd. Althans door de Baan- en Taxatiecommissie. Wij bieden dat spulletje weer te koop aan een ander kandidaat dit. En jij krijgt je centjes gewoon weer. Maar je moet wel degelijk
je spul onderhouden, anders gaat het van je af. Maar ook, en de verenigingen staan niet blij, maar ook de gemeente niet. Want dan zeggen ze, joh, het heeft geen recht van bestaan meer. En we kunnen spul beter opheffen. Dat is niet de bedoeling. Heb je weer helemaal aan het werk gezet? Dan dacht je eindelijk dat je klaar was. Hè? Ja, we wilden echt bij je achter bij de inpakken kijken. Zo. Ja, dat kan ik wel zien. Het zijn lekkere eters, zie ik. Ja, nou. Ik kan blijven eten hoor. Als je weer een stukje gooit, dan komen ze weer. Ik ben al lid van, tenminste mijn ouders waren al lid van dat ik 8 jaar was toen hier het complex geopend werd. Was ik 8 jaar en toen hebben mijn ouders een tuin. Mijn ouders zijn inmiddels overleden. Maar toen ik zeg maar ging trouwen, toen, nou, dat weet je, in die tijd waren natuurlijk de koopwoningen met tuin waren enorm duur. En toen heb ik hier een huisje genomen. En daar zit ik nu al 26 jaar. Maar ik zit al zeg maar al bijna 48 jaar op de vereniging hier. Nou, zie ik dit, wil ik informatie vinden. Hoe vind ik jullie? Ja, wij zijn elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12 is er iemand van het bestuur aanwezig. Die kan je alle inlichtingen verstrekken omtrent het aangaan van een kandidaat lidmaatschap. Je kan ook kijken op de www.haagsebund.nl, daar staat ook een inschrijfformulier. Of kijk overigens op onze website atvdeuithof.nl en daar vind je ook alle informatie die van toepassing is. En uiteraard ben je lekker zaterdag tussen 10 en 12 van harte welkom om bij ons inlichting te verstrekken voor het kandidaat lidmaatschap en allerlei informatie die maar nodig is.